Vliegveld Eindhoven vanmorgen. Alles wordt klaargemaakt voor vertrek. Het USAR-team neemt ook 8 reddingshonden mee. Een van de begeleiders is Ad Snoep, in het dagelijks leven werkzaam bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Het enige wat ik zelf gezien heb op beeldmateriaal van de televisie is een grote chaos. Maar de informatiestroom die schijnt op dwergmaat langzaam op gang te komen. Dat we eigenlijk nog geen idee hebben hoe of wat. Maar we bereiden ons voor op het ergste. Want duidelijk is wel dat de verwoesting op Haiti enorm is. In de hoofdstad Port-au-Prince staat bijna geen gebouw meer overeind. Ook ziekenhuizen zijn ingestort. De schatting van het aantal doden loopt uiteen van enkele tienduizenden tot 500.000. Nou, op het moment dat we eraan komen als team, dan wordt de coördinatie daar gedaan door de Verenigde Naties. Want er zijn natuurlijk meer teams onderweg. Er zijn ook al teams geland, waaronder Amerikaanse teams. Dus op het moment dat we daar zijn, dan krijgen we een inzetgebied toegewezen. Je kunt natuurlijk niet op eigen houtje zomaar het gebied intrekken. En op het moment dat het gebied toegewezen is, dan gaan we als team aan de slag. Onder de leden van het Nederlands reddingsteam is ook een grote groep brandweerlieden en agenten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Nou, dit is een reddingsgroep. We hebben een aantal reddingsgroepen bij ons, 4 totaal. We bestaan uit 10 personen, waarvan 2 hondengeleiders, een verpleegkundige, een aantal mensen van politie en brandweer. Het USAR-team was ook al actief 5 jaar geleden na de zware aardbeving in Pakistan. Ze zijn dus wel wat gewend. Toch wordt er goed op het team gelet. Want ja, ook een reddingswerker is een mens. En ondanks het feit dat we daar met een missie bezig zijn, krijg je natuurlijk ook te maken met de emotionele kant. Er lopen daar natuurlijk duizenden, honderdduizenden mensen die totaal ontheemd zijn, in paniek zijn. Vreselijk verdrietig zijn natuurlijk. Dus ja, de emotionele kant, die krijg je ook mee. Het is de bedoeling dat het reddingsteam 10 dagen actief is op Haiti. Daarna is de kans dat er nog overlevenden onder het puin vandaan gehaald kunnen worden heel erg klein.